en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Ik ben samen met Ramonski, de enige echte Ramonski, Ducky, de nachtburgemeester, tuut. En een beetje van alles, Ja, en voor de goede zaken en nog allemaal weer. Nou, we zijn verkeerd gelopen, we kwamen net van die kant af, maar ik dacht dat we hier konden lopen, maar dat konden ze niet. Maar we gaan we gaan even lekker een wandelingetje maken in de bossen. Ik kan op beloofd om nog een vlog te maken. En die vlog die kunnen jullie nu zien. Weer lekker wat vloggetjes. Morgen ook weer een vlog van Feyenoord tegen FC Utrecht. Gaan we samen ook weer natuurlijk weer heen. Ja, dat zeker weten inderdaad. En aanstaande vrijdag dan kunnen jullie alvast beginnen met... dan ben ik in Slagharen. En dan als het goed is moet ik al, ga ik de eerste dag al gelijk uploaden. Als ik wat gefilmd heb daar zo. Want als het goed is, zou vrijdag Michael Kleinhout ook naar Slagharen komen. En dan gaan we elkaar mieten daar zo. Dus dat zou wel ontzettend leuk zijn. Kijk, daar is mijn autootje. We zien hem ergens. Ik zag hem net ergens staan. Ja, hier ook in ieder geval. Hierachter. Dus die bosjes door daar zo. Dus, ja, er staat hij ergens, dat gekke ding. Oh, hier staat hij. Kijk, dat gele apparaat. Ja, dat is mooi, hè? Nee, ik dacht dat we vanaf hier al langs het water konden lopen. Maar dat ging dus niet. Nee, we moeten weer die kant oplopen. Nou, ja. Ik denk ja, dat is een mooie shot om de vlog mee te beginnen. De Spijkenisse brug, de Ellendebrug. Ja, precies. Waarom hebben ze dat achterlijke ding nog steeds daar staan? Maak een tunnel. En moet weer even want dit is allemaal wel kloten, want je staat elke keer sta je in de file daar zo. Word je helemaal gek van. Achterlijke brug. Ja, dat heb ik ook wel zeggen. En nou, we gaan gewoon weer teruglopen naar de parkeerplaats. En dan zag ik daar verderop, zag ik daar ergens een paadje waar we doorheen gaan lopen. Dus ja. Come and follow me. Nee. Nou, dit is het paadje waar ik het dus over had. Hier staat mijn auto en daar staat het paadje. En eens even kijken wat erop staat. Honden losloop. Ja. Dus ik kan ook nog aangevallen worden door honden. Gezellig. Fantastisch. Hartstikke leuk. Lekker minder uur. Hartstikke gaaf. We gaan gewoon hier. Dan gaan we hier de hoek om. En dan gaan we eens even kijken. Kijk, een pauw. Sorry, het liep gewoon een pauw hier midden op de weg. Ja, dit is wel een van de mooiste stukjes van de omgeving hier ook. En ja, hier kom je langs het water, zie je? Dus hier langs het water kom je dan. Hier heb je allemaal bossen. Twee keer vorig jaar of zo, toen heb ik ook eens een keer een vlog opgenomen. Toen was ik aan de andere kant van de brug. En nou... dus aan deze kant van de brug. Ik ben hier nog nooit geweest om te vloggen. Ja. Dus ik denk, nou, dit stuk wil ik ook wel eens even weer een keertje een stukje filmen. Dat is een mooi moment. Ja, is mooi, hè? Ja, dat is super. Ja, super, super deluxe, hè? Ja, dat is mooi. Ja, mooi, ja. Dat stop je op, ja. Nou, aan de overkant van het water, dat is dus Spijkenisse. En wij zitten dus aan de Hoogvlietkant. Nou, deze Maasboulevard die kennen jullie ook wel. Daar heb ik ook heel vaak gefilmd. Daar heb ik ook een heleboel vlogs van opgenomen. En als het goed is, kijken we hem dadelijk zien. Dat zou wel grappig zijn als we hem zien vanaf hier. Oh. Heb je verderop, heb je zo'n... hoe heet dat? Nee, dat is een stuk verder. Dat is daar zo, bij de boulevard. Daar... We hebben dus de bekende steiger waar ik ook nog wel eens een vlog op neem. Omdat het daar zo ontzettend mooi is dat je daar op de steiger kan gaan staan. En dan kan je vanaf de steiger kan je filmen en dan zie je op de achtergrond bootjes, water. Dat is echt leuk is dat. Dus ja, we gaan een keer even aan de wandeling. Het is zo mooi weer. Nou weer... achter de computer de hele dag te duiken en de hele dag GTA te spelen, dat is ook weer, dat is ook weer niks. Nee, een beetje van het mooie weer genieten. Dus we moeten ook een beetje van het mooie weer genieten. Ja, en we hebben net hebben we de car meeting gehad. Ja. Was super gezellig, dankjewel Esther. Ramon bedankt. Ja, heel graag bedankt. En hoe heet die andere jongen nou ook weer? Ik vergeet elke keer zijn naam. Martijn juist. Martijn ook nog hartstikke bedankt. Dat is helemaal goed. Was echt super gezellig. Dat niet verkeerd. En ja, nou gaan we even lekker genieten van de omgeving en het een mooi dagje ervan maken. Hè?
Ja, kijk, hier heb je allemaal bankjes waar je kan zitten en zo. Er zit al een oude echtpaar daar. Dat is echt een beetje een bosrijk gebied. Langs de oude Maas. Dus dat is wel ontzettend mooi. Is dat. En daar woont jouw ouders, Ramon. Ja, dat klopt. In die torenflat. Het is het mooie flat aan de overkant. Hun kijken hierop, zeg maar. Op dit bos kijken ze. Ja, in principe, of oorspronkelijk is het eigenlijk dan vanaf de andere kant. Zeg maar. Oh ja, ze zitten niet aan de waterkant, zitten ze. Nee, ze zitten eigenlijk aan de andere kant, zitten ze. Dat is wel jammer. Nee. Het is wel mooi als hier. Het is wel mooi als hier echt, hoe heet dat? Ja, ze kunnen wel de Spanje brug van zien, dat kunnen ze dan nog wel. Ja, maar het is wel jammer. Ja, dat als je aan mooi deze kant zit, heb je hier echt een mooie. Heb je een mooi uitzicht hier, hoor, hè? Ja, en voor mijn opa is het dan wel weer mooi om te zien. Want jeetje, kijk je. Wie kijken zo. Oh, jee. Ja, dus dat heb ik wel weer. Oh, nee, hè. Dat ga je niet menen. En een heel mooi bruggetje. Jezus. Dat ga je echt niet menen, hè. Shit, hebben ze. Of gaan we er overheen? Ja, ja, ja. Ik heb er geen moeite mee. Ja, we gaan er maar overheen, hè. Ik kan er ook niks aan doen. Nou, daar gaan we, hoor, jongens. Pop, tatoi. Oh, ik val er vanaf. Oh, ik val er vanaf. Ja, nog maar hopen dat niet echt gebeurt, anders is niet. Mooi actie. Ramon, niet duwen. Ramon zit me stiekem te porren, joh. Je wil dat ik hier gewoon hier zo het leuw in pleur. Hier, het leuw. Je wil gewoon dat ik het leuw in pleur, jij. Nou, nee, niet. Jawel, dat wil jij gewoon. Dan zit jij gewoon op te wachten tot ik het leuw in pleur. Dat wordt het beste. Nou. God, Dikkie. Wel apart aangelegd dit, wel grappig. Het is wel grappig dit. Ja, het is wel stevig. Ik heb even gejumpt, maar het is wel stevig. Wow! Ga gewoon weg. Ga gewoon dood. Echt waar, jongen. Ga gewoon dood. Wat ik niet allemaal voor jullie over heb, jongen. Moet je kijken. Gewoon weer, ik en Ramon offeren ons leven gewoon weer op. Met gevaarlijke dingen en zo. Speciaal voor jullie. Nou, waar zie je dat nog? Waar is Ramon eigenlijk? Even kijken waar die zit. Oh, die zit al een kilometer achter me. Hey, Ramonski. Super. Waar ben je nou? Armira. Dat is weer mooi. Tit. En de route wil ik. Ja, oh, kijk, hier komt een bootje. Even kijken, dan kan ik hem inzoomen. Die bomen zitten er een beetje in de weg. Oké, okay, ja, dat. Even inzoomen. Soms even een korte reactie terugsturen. Stuur even een korte reactie terug. Ja, heb je dat? Ja, heb je dat? Oké. Okay. Ja, heb je dat? Ja, oké. Okay. Zo. Ja, het is wel stevig. Je pleur je niet op je bek. Nog niet. Oeh, ah, ah. Oh, zo, daar ben ik wel erg dichtbij. Oeh, ah, ah. Ga gewoon weg. Ga gewoon weg. Zo, het is hier een beetje modderig, jongens. Het is een beetje modderig hier, ho. Oh, kijk eens even. Michael Kleinhout is ook geweest. Vuurtje gestookt. Kijk, Michael is ook alweer langs geweest. Die hebben alweer een fikkie zitten stoken hier, ho. Ja, die Michael! Wat heb je dan weer gedaan? Ik heb het alweer gedaan. Nou, dit is Spijkje Nisse. Ja, heb je dat? Kijk, die Spijkje Nisse. Dit is nieuwe woonwijk. En, kijk, het water. Prachtig. Helemaal super. Nou, we gaan weer verder. Voor mij kan je niet verder meer lopen. Moeten we weer de bruggetje op? Ja, dit ding dat je. Nou, hier lag allemaal dumpafval, weet ik veel wat. Ik denk dat het zijn er weer een stelletje van die onverlaten. Die maken weer een rotzooi ervan natuurlijk. Ja, dat heb je altijd. Maar, ja. Ja, het kan maar op zijn goede kantje wezen, hè? Ja, mooi, ja. Mochten er nog mensen zijn die twijfelen dat ik vieze schoenen heb? Nou, ja. Kijk eens. God. Helemaal vies. Oh.
Oh, dan moet ik allemaal weer piepen dit, hè. Piep! Nou, hier zijn allemaal willigen. Ze zijn allemaal geknot allemaal. Voor de mensen die heel goed kunnen zagen, die kunnen hier zo... Nou, Ramon, jij kan heel goed zagen, heb ik gehoord. Ja, precies, hè. Wow! Dit is gewoon fucking water, jongen. Dat is ook niet goed. Echt, jongen, als dit breekt, jongen, dan zijn we vies te lul. Dan heb ik ineens twee keer gedoucht in plaats van één keer vandaag. Dan hebben we in één keer gedoucht in plaats van twee keer. Ja, kijk, hier hebben we nog een heel klein meertje. Ja, het is wel een mooie, mooie omgeving voor de rest. Het is wel mooi hier, hè? Ja, het is wel mooi. Oh, man. Het is wel een leuke. Dus ik moet nog 4 dagen werken en dan. Ga ik lekker naar Slagharen. Ik heb er zin in. Ik zit er echt mij erop te verheugen. Want ik heb er echt zin in om lekker naar Slagharen te gaan. Dus het is nog even een paar dagjes en dan mijn zus die zit er al. Met mijn zwager. Die hebben een week lang. Die zitten 2 weken. En ik zit er in ieder geval met mijn moeder 1 weekje. Maar ik ga het in ieder geval, natuurlijk neem ik de camera mee en ga ik heel veel vloggen en heel veel leuke dingen filmen en zo. En er zijn ook shows zijn er, zal ik zeker weten ook nog even bezoeken en er misschien wel een leuke vlog van maken of anders een losse video van maken. En ik hoop ook dat het doorgaat met Michael, daar zit ik mij ook wel echt op te verheugen dat dat doorgaat. Dat is ook wel ontzettend leuk. Dat ik eindelijk eens een keer Michael in het echt zie en dan... Ik heb al wel gezegd van als we gaan, dan gaan we wel vloggen. Kijk, hier is de brug een beetje kaduuk gegaan hier ook. Ja, dat is een beetje... Daar loopt een beetje schuin loopt die. Woep. Ja. Oh, hier houdt hij op de brug. Je houdt de brug op. Ja. Dus ik verheug me er echt op. Zal die week er even geen GTA livestreams wezen natuurlijk, omdat ik natuurlijk er dan niet ben. Dus even een weekje geen livestreams, maar als ik weer terug ben van vakantie, dan zal er ongetwijfeld komen er dan natuurlijk weer livestreams. En gaan we er weer een paar leuke lijfjes opnemen. Nou, hier heb je de Lena. De Lena, die vaart voorbij. Ja, dat is ook en hier nog eens een keer die hoge torens. Ja, vooral bootjes kijken is ook altijd wel eens leuk. Een beetje vooral als je ja, ook in Rozenburg is ook leuk. Oh, daar kunnen we ook trouwens nog een keer heen. Naar Rozenburg, naar de Lanton. Oh, ja, dan die ook, die daar kunnen we ook een keer heen. Dan kun je op Hoek van Holland kijken. Kunnen we naar... Ja, dus dat kunnen we ook nog een keer doen. Dan gaan we een keer naar de Lanton, dat is in Rozenburg. En dan kijk je zeg maar op Hoek van Holland, kijk je daar. Dat is wel ontzettend leuk. Ja, dat is natuurlijk dat Rozenburg, dat kan niet. Kijk, hier hebben die... hier, dat is de Maasboulevard. Ja, aan de overkant Schenkel. De Maasboulevard, wow, de Maasboulevard met Schenkel. Oh nee, toch niet? Oh nee, toch niet? Ja, die heb ik ook op mijn telefoon staan. Ik heb weer nieuwe beltoontjes. Ik ga dadelijk als het goed is nog even naar het centrum. Nog even wat boodschapjes halen. Ik moet nog een geheugenkaartje hebben voor mijn telefoon. En ik moet nog... ik moet nog eventjes hoes halen, ook voor mijn telefoon, dat heb ik niet. Mijn oude telefoon die heb ik gelijk een stuk gemaakt per ongeluk. Ik wou hem openmaken om het SD-kaartje eruit te halen. En toen brak het ding, dus die heb ik gelijk maar weggegooid. Mijn oude telefoon, dus die heb ik niet meer. Maar ja, dat was ook niet echt veel meer. Het was nog wel een goede telefoon, dat wel, maar het was een Samsung... Wat was mijn vorige telefoon? Nou, een S5 of zo, of S6 was het. Dus het was nog een hele oude telefoon. En wat ik nu heb is gewoon natuurlijk 400 keer beter. Ik heb nou gewoon een Samsung Galaxy S9 waar ik weer 2 jaar mee verder kan.
Hier lag nog een boom trouwens om. Zo, ja, die is gewoon door de storm, denk ik, een keertje gewoon helemaal, helemaal afgebroken. Helemaal. Kijk, het is gewoon helemaal afgebroken, het finaal. Ja, dat is eigenlijk niet zo. Ja, storm, dat, storm kan aardig wat schade aan, aanrichten. Ja, dus, nou, we gaan lopen naar de overkant van de Maasboulevard. Laat ik maar even kijken. Dan wil ik even kijken waar ik Fleekje die vlog heb opgenomen. Want ik heb hier ergens aan de overkant heb ik die vlog opgenomen op een steiger. Kijken of ik die steiger kan vinden vanaf hier. Dat zou wel grappig wezen. Daar heb ik toen al twee keer heb ik daar een vlog opgenomen. Ja. Dus, maar hoe vind jij het hier, Ramonski? Ik vind de omgeving sowieso best wel ja, het is echt prachtig hier, ho. Schitterende omgeving. Ja, het heeft best wel goede dingen zijn, zo om te kijken. Het is mooi, zo zeggen. En een beetje, en vooral dat lopen zo, dat is ook niet... Kijk, hier liggen ook alweer een heleboel bomen om. Ja. Zie je? Dat is op zich ook al niet... Er liggen ook allemaal weer bomen om van een storm of zo. Ja, dat heeft wel weer geweest. Geweest. Mooi zo om te zien. Ja, ik vind het wel heerlijk zo, even lekker verwandelen. Ja. Doe ik wel eens vaker. Een beetje zo tussen de bedoelingen een beetje genieten van mijn dat is ook niet. Ja, ik heb alleen een droge bek. Dus ik ga dadelijk als ik thuis kom, ga ik eerst die fles, die anderhalve fles cola even aan mijn mond zetten en ik sterf van de dorst. Ja, wat voor een mooie had ik eigenlijk die blikje nog even moeten weten. Maar ja, dat is, ja. Ja, jammer nou, hè. Mijn fiets was liggen, maar... Jammer, hè, Ria. Nou, heb mijn zus weer in de nergens wat. Shit happens. Zo zit het tegen. Ik kan maar op het goede kantje wezen. Hè? Ja, kan maar beter, je kan maar beter iets hebben dan niets, hè, Ramon? Ja, dat zeggen ze altijd. Dat was de bekende Ramon-uitspraak, hè? Ja. Kan maar op het goede kantje zijn, hè? Ja, dat is Tip top toppie, hè? Dat kan ik niet meer wezen. En ik heb voor mij de steiger gevonden, dat is daar zo. Oh ja. Dat is hem. Ja. Dat is de steiger waar ik altijd op sta. Ja, dat is al niet... Grappig. Ja, dat heeft kijk. Weer, ik heb het haast niet zien door die klerenzon. Ja, die zon die had het een beetje lichtelijk. Maar daar is de bekende steiger voor mij. Ik weet niet of ik het gefilmd heb. Maar dat is de bekende steiger, jongens. Daar heb ik... zoals ik al zei, al twee keer een vlog opgenomen. Het is wel ontzettend leuk. En dan sta je echt bijna half in het bericht. Zo, dat weet je hoe fucking irritant dat is. Ja, dat is... misschien moet ik hem even uitzetten. Zet gewoon de geluid eens even uit, man. Jeetje, super irritant, man. Elke keer die Ramon weer met zijn mobiel. Oh, schat eruit. Hey. Oh ja, daar is die. Ik heb hem al. Zo. Hoppa. Oh, ik denk, wat ligt daar nou in het water te drijven, jongens? Ook een stuk van een tak of zo. En hier ook allemaal bomen weer. Dus, maar het is echt mooi, mooie omgeving hier, jongens. Ziet er echt mooi uit. Kan maar mooi wezen, ha. Ja, het is niet gek, hè. Het kan allemaal maar op zijn goede kantje zijn, hè. Monsieur Gemond, hè. Oh, hier moet je weer over een klein bruggetje heen, hè, Ramon. Kijk, zie je. Hier loop je weer over een klein bruggetje heen. Zo, gaan we even over het bruggetje heen. Het is echt mooi hier, hoor. Ja, het is inderdaad een keer dat er weer zo'n goede is. Visserijgriend. Zuid-Hollands landschap. Nou, jongens. Het is wel een mooie omgeving hier, hoor, jongens. Daar is het steigertje. Daar. Daar is het steigertje waar ik toen gestaan heb.
Dus gaan we eens even filmen. We gaan een stijgje erop zetten. Dat is wel mooi. Hier nog een bankje, kan je lekker zitten. Zo, heel mijn schoenen zijn helemaal. Godverdomme, heel mijn schoenen zijn helemaal vies, man. Ik ga eens even kijken of ik mijn schoenen een beetje schoon kan maken. Ga ik eens even de camera hier pakken, neerzetten zo. Hop! Ja, dan schat het ook weer even mooi op. Ik wil even mijn tas even af. Ja, anders wordt het een beetje lastig op een gegeven moment. Dan is het niet heel goed. We hebben een beetje te doen liggen. Zou ik hier nou kunnen zwemmen, joh, als het mooi weer is? Zou het zoiets kunnen voorkomen, ja dan, ik denk als mensen dat zouden doen, sowieso, ja, dan is het wel best een beetje in de buurt van de kant blijven, weet je, dat zoiets. Oh man, dus kijken. Ja, dat is aardig minder inderdaad. Ik heb ook niks om het even af te doen. Ja, dat is wel vervelend. Maar het is prachtig, jongens, hier ook. Ja, het is echt mooi gericht om naar dit te kunnen. Dit heeft een mooie zichtpunt zo overal. We hebben hier zo'n mooi uitzicht, dat is allemaal zo'n bieter. Ja, dat heeft wel weer wat goed. Ik ga gewoon eens even het wakker van het hele flatgroen, dat is ook wel leuk om te zien. Ja, kun je een foto maken. Kun je zeggen, hey, kijk eens waar we waren. Ja, precies. Ik heb je flat nog gezien. Ja, dat is wel goed. Alleen vanaf de andere kant. Zo. Wat grappig. Dit aan de overkant is de Spijkenisse, jongens. Dit is Hoogvliet. Nou, Hoogvliet. Dat is ook goed inderdaad. Dus ja, dat is wel mooi hier. Even lekker zitten zo. Ja, dat is altijd een beetje zo. Ik zal niet te veel in beeld bij laten. Ramon, hè? Je wordt mooi, hè? Helemaal super. Ramon, even voor het shot zo. Ja, even voor het shot. Ching ching. Ching ching ching. Ching. Gewoon met het hebben van zo zeggen. Dat is helemaal super. Dus, nou, we gaan nog even heel even uitrusten hier en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en we hebben even lekker op ons gemakje even gezeten. Ja, helaas geen drinken, want ik ben mijn drinken vergeten mee te nemen. Dus we moeten dat even zonder drinken doen. Maar we gaan nou zo weer langzaam teruglopen. Vind ik het wel weer welletjes. Dus maar het is echt mooi hier ook. Hier kan ik wel vaker, een vlogje opnemen. Dat is wel ontzettend leuk. Ja, het is wel... Lopen we dezelfde weg terug of wil je hier rechtdoor lopen? Ja, dat mag ook. Is ook niet recht. Ja, hier rechtdoor lopen, hè? Dan kun je weer wat anders. Ja, een beetje voor de verandering, een beetje zo. Dus goed. Ja, het is wel ontzettend mooi hier ook. Het is zeker de moeite waard om nog een keer extra hier nog een keer naartoe te gaan om een keer te filmen. Ja. Dus er ging een hele rij met scouting kwam net voorbij. Dus ja, het is wel ontzettend leuk. Ja, het heeft wel weer wat goed zeggen, zonder zeggen. Dat is niet goed. Nee, dan kijk ik tegen een of andere hoge toren dan. En als het goed is. En, ongeveer hier zo. Daar loopt de metrobaan onderdoor van Hoogvliet naar Spijkenisse. Ik denk dat je, als je hier het hek over bent, dat dan daar ongeveer het metrostation Zonneplaat is. Ja, dat is met de tunnel onder de Oude Maas door. Ja, dat zou ik kunnen voorzeggen. Dus dit is wel leuk. Oh, ik denk, wat hoor ik nou de hele tijd? Komt er nou een auto voorbij of zo? Dat kan helemaal niet, mag helemaal niet. Maar nee, precies. Dat zou niet goed zijn. Het is een hele grote boot komt voorbij. Ja. Een hele grote boot, kijk. Zo. Ja, dat heeft toch wel wat echt een huge boot komt hier voorbij. Ja, die mag weer eens even ergens heen waar die wezen moet hier wonen. Dat is niet gek. Dat heeft toch wel wat moois. Ja, het is altijd af en toe wel zo leuk om een beetje bootjes te bekijken die dan voorbij komen. Vooral als ze ook lekker groot zijn, dat is ook niet verkeerd. Maar het heeft wel wat goed. Kleine bootjes zijn een beetje te zien. Aardig dingetje hoor. Hey. Jeetje. Ja, dat is... Zo. Ja, dat is niet niks in de dus,
Rabbel daar, ja, daar heb je Rabbel weer, hè? Ja, monsieur Rabbel. Ja, monsieur, en ook monsieur maken we. Dat is ook mooi. En dit is het pad waar we weer teruglopen. Nou, weer lekker langzaam lopen we weer richting de auto. Ja, want ik moet zo weer naar het dorp toe, want ik ga dadelijk even kijken voor die. Ja, of ik nog even wat boodschappjes kan halen. Dus helaas, toch wel dat ik het kan doen, want door de week moet ik natuurlijk de hele week werken, dus dan heb ik ook geen tijd om naar de winkels te gaan. Ja, dat misschien weer wat lastig, misschien weet ik niet. Dat ligt ook wel net aan de lucht. Dus vandaar. Dus we gaan even op ons gemakje weer teruglopen. En ga ik nog even kijken of ik nog wat, even wat kan halen. Ik moet nog dus een geheugenkaartje hebben en een hoesje voor mijn telefoon. Ja, want ik heb nu een telefoon zonder hoesje en dat is een beetje gevaarlijk. Ja, dus, dus vandaar. Kan dat er niks gebeuren. Maar ik ben heel erg. Ik ben heel erg blij met mijn Samsung Galaxy S9. Echt een super telefoontje. Ja, die zeggen dat ze niet. En Ramon die gaat hem waarschijnlijk ook halen, maar dan in oktober. Ja, klopt. Begin oktober zo'n beetje. Dus begin oktober dan mag hij zijn contract verlengen en dan. Dan ga ik ook een beetje kijken voor. Gaat hij ook weer kijken voor een ander toestelletje? Ja, waarschijnlijk ook voor S9 kieken of kijken. Ja, maar een gewone S9 of een Edge of een Plus. Sowieso dan niet de 9 Plus, want die is dan nog best wel aan het duur. Plus is wel duur nog. Ja, en ik denk dat ik of de S9 neem of anders als het. En mocht hij dan nog te duur worden of te duur zijn, dan wordt het waarschijnlijk de S8. 8, ja. Maar dat wordt het ja, gekeken. Precies. Ik moet even een beetje kijken qua hoe het gaat lopen en wat er betaalbaar is. En komt het ja. Goed, zal maar zeggen. Dus dat maak je wel weer een mooi tijd van, zal maar zeggen. Ja, ik heb de S9. Ja, ik hoop voor mezelf hoop ik liever dat ik de S9 ook kan nemen, maar mocht het niet zo weinig. En wat voor kleur? En ook weer verschillende kleuren heb je hem. Ja, de S9 heeft dan misschien minder kleurkeuze en de S8 heeft meer kleur. Ja, S8 heeft wel meer kleur. Ik heb hem gewoon zwart genomen. Ik neem hem waarschijnlijk dan, denk ik. Ik vond het wel best. Ik denk nou, ik neem hem gewoon in zwart. Die andere kleuren vond ik nou niet echt om te zeggen van goh, vond ik nou mooi of zo. Er zit ook nog roze bij en zo. Dat is echt voor de meiden. Ja. Ik heb gewoon een zwarte genomen. Je kon ook kiezen volgens mij het wit, volgens mij nog. Ja, nee. Wit, zwart en roze of zo, dacht ik, als ik het goed had. Ja, was in ieder geval niet zoveel keuze. Nee, ik denk dus. Ik heb ook wel meerdere kleuren, ook wel goed. Zoals ook zwart, maar ook zilver heb ik nu toevallig. En dan ga ik ook nog een keertje nog voor een kleur kijken die ik nog niet heb gehad. Maar ja, dat is ook. Okay. Dus ik ga denk ik waarschijnlijk, als ik een neem, ga ik waarschijnlijk geen zwart of zilver, maar ga ik weer zo'n andere kleur. Een beetje naar het nemen, denk ik. Okay. Nou, moet ik even kijken welke dan weer een beetje het leukste is eigenlijk. Ja, nou hier hebben we nou lopen we dus aan de andere kant. Lopen we, je ziet ook weer al die bomen allemaal. Ja, ook waar allemaal schade geweest is en waar ze zeg maar. Ja, dat kan ook wel eens mooi. Ja, het blijft een mooie omgeving. Maar ben ik benieuwd als je hier naar boven loopt, tot hoe ver je kan lopen. Want ik ben hier nog nooit geweest. Dus ik zou echt niet weten. Ja, dus dan moeten we even kijken hoe ver we uitkomen en hoe ver we kunnen lopen. Ja, want als je toch wel net ergens naartoe lijkt waar die niet moet wezen, ja, dan is het niet zo goed. Maar volgens mij kan je wel tot het einde lopen. Ik zie daar al, auto's volgens mij. Dat is, ja, dan weet ik het wel. Dat zijn die auto's die van de Spijkenisse brug afgaan. Ja, dan herken ik het wel. Dat is alvast niet verkeerd. Nou, dit is Zalmplaat. Oh ja, dit is al een plaat. Dit is ook die fiets waar ik ook wel eens fiets als ik naar Strijen ga of terugkom. Ja. Oh ja, dat is ook wel mooi. Dit is de Zalmplaat. Ja, dat is niet lekker. Dat is mooi. Zo, je kunt bekant gewoon niet. Dus je het ook zo in dit weer bekant. Ja, hè? Het is echt heerlijk. Het is echt zalig weer is het. Het is echt goed te doen. Ja, dat is echt zo'n fiets. Het kan maar beter weer. Dus. Dat is mooi, hè? Ja, zeker weten. Nou. Als we dit weer een beetje idyllic hebben, dan is het helemaal top. Zo, nou, dan mogen we het hele jaar door wel hebben. Ja, precies. Dit weer. Ik vond die winter helemaal niks. Al die kou allemaal. We hebben echt best wel koude december en een koude januari gehad. Ja,
Ja. Het februari eraan toe. Ja, precies. Wat die dus ik ben nou wel blij dat nu eindelijk dat het een beetje voorbij is. Dat het koude weer echt voorbij is en dat het echt heerlijk weer is om lekker even lekker te gaan wandelen. Ja, precies. Ja. En weer leuke vlogs natuurlijk opnemen voor jullie natuurlijk. Ja, en daar is ook weer maar weer voor. Dus ja, als je als koud is, dan neem je natuurlijk niet gauw wat op. En nu is het gewoon weer lekker om lekker buiten te zijn en. Nou, wat leuks op te nemen, zoals dit. Ja, dat heb ik niet verkeerd in de hand. Dus nou, we lopen nog even een stukje door en dan spreken we jullie dadelijk weer als we bij de auto zijn voor de afsluiting. Ja. Zo, en we zijn alweer een heel stuk teruggelopen. We zijn alweer bijna bij het begin waar we begonnen. Ja. Daar heb je de Spijkenissenbrug weer. Ja, zie ik. Daar heb je hem, de Spijkenissenbrug. En dan heb je dadelijk daar ergens moet mijn auto zijn of zo. Nee, ik weet het niet. Als het goed is, was het. Ja, een stukje verder volgens mij. Ja, als het goed is, was het. Een stukje verder, daar staat mijn auto, daar ergens. Daar. En dan zijn we weer. Dan zijn we er weer, jongens. Dan. Volgens mij toch. Zo, een ambulance. Nou, in ieder geval, jongens, ik zou zeggen, Ramon, bedankt. Ja, het was weer even gezellig, zo, even lekker wandelen. Ja, het was lekker wandelingetje de bosjes. Ja, het was wat in de bosjes. Het was dat klinkt weer zo fout. Het lekker was wandelen in de bossen. Het was inderdaad weer een goede dag vandaag. Het was een dus nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer natuurlijk op It's Ultraks voor meer leuke video's en de aankomende Slagharen vlogs. Ik zou zeggen, doe even een duimpje de lucht in voor deze vlog. En ik. Als je geabonneerd bent, druk ook even op het belletje, want dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Ramon, bedankt. De groetjes allemaal van deze kant. En we spreken jullie allemaal wel weer. De groetjes. En jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.